De opening gebeurde doordat de kroonprins met een shovel plantaardig restafval in de biovergistingsinstallatie stortte. In die installatie wordt dit afval vergist en omgezet in biogas. Aansluitend kreeg de prins een rondleiding in de installatie en bij de suikerfabriek. En daarvoor nam hij uitgebreid de tijd. Ik moet zeggen, hij had overal interesse in. Hij is bij de biomassavergister geweest. Hij is in de fabriek geweest. Hij heeft met de mensen gesproken. Hij heeft ook nog een wijntje gedronken. Uiteindelijk op de receptie heeft hij met mensen gesproken. Dus het was een fantastische middag voor ons. De biomassavergistingsinstallatie is een aanwinst voor SuikerUnie. Nou, die biomassavergistingsinstallatie die heeft zeg maar stukjes biet of stukjes blad. Bacteriën eten dat op, maken daar gas van. Dat gas dat maak je schoon. Er zit natuurlijk nog een beetje alle verontreiniging in. En kun je dan op het aardgasnet zetten. Of vrachtwagens mee laten rijden. Of vrachtwagens mee laten rijden, of auto's op laten rijden. Het is gewoon gas. Ook prins Bernhard en prins Klaus bezochten al eens de suikerfabriek in Dinteloord. Dat komt gewoon omdat SuikerUnie een oud bedrijf is. Dit bedrijf is 100 jaar. En ja, dan gebeurt er natuurlijk ook van alles in die 100 jaar. Dan besta je zoveel jaar, dan heb je een nieuwbouw, is er iets bijzonders. En dan komt zo'n hoogwaardigheidsbekleder, die komt erop af. Al een volgende afspraak gemaakt? Nee, dat niet.